welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij staan op camping Clairvaux in Luxemburg. Ali is de kop aan het schoonmaken, die heeft al gedoucht. Meid, waar haal je die energie vandaan? En dat in de ochtend. Ze gaat echt hard. Nou, ik niet. Ik ben zo sloom als er een. Niet te doen. Ik heb gisteravond gedoucht. Ja, al ook. Maar ik had nu eigenlijk geen zin. Maar ik heb nu toch het idee om maar even te gaan. Al? Ja? Vind je het goed als ik nu even ga douchen? Ja, toch wel. Ja? Het is heel erg afgekoeld. Het is echt heerlijk. Temperatuur nu. En toen was er een pannenkoek. En voor Ali een yoghurtje. Kom je ontbijten? Ik zie alleen een voet. Daar is ze. Het regent. Gelukkig hebben wij gisteravond nog even snel de luifel opgezet. Dus daar kunnen we nu gewoon lekker onder zitten. Ja, de eerste keer regen deze vakantie. Ja. Ja, echt. Ja, echt, ja. En het blijft ook vandaag regenen. Dus dat wordt een onder de luifel dag. Ja, wat een herrie. Is toch gezellig dit? Ja. Ik vind het wel gezellig. Kijk, wij zitten lekker droog onder de luifel. Naast me allemaal druppels. Maar die vallen niet op mij. Dus ik zit perfect hier. Kijk, het is natuurlijk het allerleukste als de zon schijnt. Maar dit hoort er ook bij hoor. Het is niet anders. Je kan niet altijd mooi weer hebben, toch? Ik heb er trouwens ook niet naar gekeken of zo. Maar Nelly die zei vanochtend vroeg. Ik kwam net uit de douche en toen zei ze het gaat regenen. En toen zei ik, nou daar lijkt het niet op hoor. Het is gewoon blauw, blauwe lucht. Maar ja, ze had toch gelijk. Ja, helaas. Nou, we gaan er gewoon een gezellig dagje van maken, ondanks de regen. Dat wordt rummikuppen. Gezellig. Ja, skibbo. Dan ga ik lekker naar de bakker voor een gebakje met een koffie. Oh, leuk. Wij hadden eigenlijk nog geen plan voor vandaag. Maar als dit zo door blijft gaan, ja, dan kun je op zich ook niet zoveel. Ja, je zou kunnen gaan winkelen of zo, maar daar heb ik ook niet heel veel zin in. Dus we blijven gewoon lekker hier bij de caravan. En misschien wordt het vanmiddag wel droog. We laten de moed niet zakken. Het gaat best snel zo. Kijk dan, er komt hier nu al een plas. Een flinke bui. En we zijn er binnen verhuisd. We werden toch een beetje nat. Onder de luifel. We hebben de stoeltjes ingeklapt. Die hebben we eventjes hier neergezet. Alles staat binnen. Hier staan de krukjes. Hier staat het rebeldienblaadje. En we hebben alles op de tafel gezet. Nee, maar kijk, je ziet hier ook... Ja, we krijgen plasjes voor de deur. Ja, het stroomt hier zo onder de luifel door. Hier, kijk daar maar. Kijk. Zie je? Kijk mensen. En toen dacht ik, ja, als je dat kleed dan laat liggen... Dat hebben we al eens eerder meegemaakt met een andere kleed. Toen was het zo smerig. Ja, dat was zo smerig. Dat konden we gewoon weggooien. Dus vandaar dat we even het kleed op de tafel hebben gezet. Gelegd. Maar het is ook best wel een flinke bui nu. Ja. Ja, ja. Ik hoop eigenlijk dat het zo stopt. Want ik ben er nu al een beetje klaar mee. Het was aan de ene kant wel goed hoor, voor de natuur. De natuur. Nou ja, kijk, dit gras waar wij op staan is ook helemaal geel verdord. Ja. Gras. We hebben nu onweer. Onweer. Ja, dat gaf je nog aan. Even serieus. Ja, het is bijna klaar.
Ja, dat begint dus vanmiddag weer, maar nu bijna klaar. Oké. Nou, we wachten het af. Wij gaan ondertussen dat het regent even een koffietje drinken. We doen het even op deze manier, want ik kan niet meer bij het gas. Hè? Wat? Oh, zo ja, opgiet bedoel opgiet je? Opgiet koffie, ja. Er staan er allemaal spullen voor dat gas. Eén. Ik ga lekker lezen zo. Ik ook. Twee. Er zijn dus net ook best wel wat mensen vertrokken hier. En wij stonden er eigenlijk al een beetje van te kijken dat zij zo vroeg weggingen. Maar ik snap niet waarom. Dit is de reden. Het was ook echt net voor de bui dat ze allemaal wegreden. Het begint een beetje op winterkamperen te lijken nu, op korte broek. Ja. Kijk. Winterkamperen op een korte broek. We zitten natuurlijk binnen. Het regent. Het is mega donker ook in één keer. Ja. Ik krijg een beetje het idee dat het november is of zo. Dat we op de Paalberg staan. Ja, dat was het ook leuk. Nou, geen eekhoorntjes, jammer genoeg. Maar. Nee. Zit ze hoor. Oh, ze hoort alles. Kijk, dit doet ze ook vaak. Dan kan ze aan één oor nog iets horen. Ik doe ook wel eens gewoon zo. Wat zei jij? Zie je? En het is weer droog. Dus wij gaan even afwassen. Of ik ga even afwassen. Denk ik. Ik ga mee. Oh, ze gaat mee. Gezellig. En ja. Dan zien we wel wat we daarna gaan doen. Hè? Ja, geen plan. Ik stel voor dat we dit nog even op de tafel laten staan. Ja. Voor het geval dat het straks weer begint. Denk ik wel. Let's go. Is afgekoeld, hè? Ja, lekker. De buren zetten de stoelen alweer buiten, dus dat is positief. Ja, ik zie ook alweer blauw in de lucht. Ja. We staan super dicht bij sanitaire. Ja, heerlijk. Het is echt fantastisch. Ja, weet je wat ik altijd zo leuk vind op de camping? Begint het te regen, als het begint te regenen, dan gaat iedereen naar binnen natuurlijk. Dat is logisch. Maar zodra het ook droog is, gelijk iedereen er weer uit. Ja. Iedereen weer naar buiten toe. Ja, je hebt toch een beetje een beperkte ruimte, hè? Ja. Nou, ze zijn in actie, hoor. Het is 1 uur. Het is droog, maar we nemen eventjes de paraplu mee voor de zekerheid. Want wij gaan een wandeling maken vanaf de camping. Staat aangegeven op de app dat een hele mooie wandeling moet zijn. En we gaan dus naar de abdij. Ja, abdij van Clairvaux. Het is een wandeling van ongeveer 1,5 uur. Dat krijg je gratis bij de camping. Gratis bij de camping? Wat, de wandelroute? Dan moet je hem wel zelf wandelen. Dat wel. Nee, maar even serieus. We lopen hier de camping af. Nelly heeft een app waarin staat hoe de wandeling is, zeg maar. Welke kant je op moet. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb er zin in. En er staat ook, als je hier bent, dan moet je deze wandeling hebben gelopen. Want hij schijnt heel mooi te zijn. En bovenin is dus de abdij. Plus een winkeltje, als dat open is. En daar moet je dan appelsap kopen. Nou ja, dat kan je ook hier doen. Dan hoef je het niet mee te sjouwen. Maar wij gaan het boven kopen, toch? Ja. En dat is dus zelfgemaakte appelsap door de monniken. Ja. Dus, leuk, hè? Het is dus een gratis voettocht naar de abdij. Ja, maar een wandelroute is toch altijd gratis, of niet? Wat is dit nou? Het is een grapje. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan beginnen. We zijn nu bijna bij de receptie van de camping. Dus hier gaat het beginnen. Welke kant moet we op? Verlaat de camping via de hoofd.
uitgang. Ja. Rechts en ga rechtdoor over het voetpad. Oké, okay. Nou, duidelijk. Is dat het een beetje mooi aangegeven? Een beetje ja. Duidelijk? Ja. Oké. Okay. Deze top. Camping die werkt trouwens met een QR-code. Moet je scannen en dan zit je in een app en er staat alles in. Restaurantjes, tips om, in de omgeving, de bakker, weet ik het, alles. Alles. Nou, leuk. Ja, handig. Nou, ik ben benieuwd. Hè? Ik heb ook wel even zin om te wandelen, want dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan deze vakantie. En Luxemburg, ja, is natuurlijk zulke mooie natuur. Dat het perfect is voor de wandelaar. Dus we hebben de wandelschoenen aangetrokken en gaan. Ja, na ongeveer 75 meter zie je een huis waarnaast een trap naar boven leidt. Oké. Okay. Ja, dit is dus de weg als je de camping verlaat. We hebben de trap gevonden. Over de camping. Flinke trip dit, klim. Ja. Ja, hier zien jullie de camping inderdaad. Zwembad. Ja. Er is niemand bij het zwembad. Nee, het is ook niet echt zwembadweer nu. Het is echt wel wandelweer, vind ik. Bovenaan, rechtsaf, tot achter de kerk doorloop. Oké. Okay. Grappig. Zien we het ei niet? Nee, volgens mij niet. Maar wel een prachtig uitzicht over de camping. Jullie zien misschien ook wel dat er naast de camping een spoorlijn loopt. Ja. Nou moet ik zeggen, ik heb eigenlijk nog geen één trein gehoord. Nee. Vanochtend kwam er wel iets voorbij. Dat ik dacht van, wat zou dit dan zijn? Dan denk ik dat dat een trein is geweest. Ik dacht eerst van een vrachtauto of zo, maar... Ik zie nu pas dat er een spoorlijn achter de camping langs loopt. Dat wist ik helemaal niet, joh. Oké, we gaan onze tocht naar het klooster vervolgen. Kijk, we zijn een klein stukje verder gewandeld en nu hebben we dus uitzicht over Clairvaux. Ook prachtig. We kwamen gisteren kwamen wij aanrijden langs die weg. Dus dan ga je eigenlijk met haarspelbochtjes zo naar beneden toe. En uiteindelijk kom je hier. We zijn bij de kerk van Clairvaux en volgens de app zouden we hier naar boven moeten. Ja, er staat ook een mooi bordje, abtij. Dus we gaan weer een partij klimmen. Kijk even. Helemaal naar boven toe. We zijn bijna bij het klooster. Ik heb even wat achtergrondinformatie voor jullie en voor onszelf, want zelf wist ik er ook niks van. Het klooster werd gesticht in 1909 en herbergt anno 2020 een internationale gemeenschap van een tiental monniken. Leuk. Nou, ik moet zeggen, het is wel een flinke klim. Er staat ook bij de wandelroute voor jong en oud. Maar het eerste stuk van de wandeling, dat was over een soort van rotspartij. Ik weet niet of dat echt geschikt is voor oud, maar ja, het is ook maar net hoe je jezelf voelt natuurlijk. Nou, of je goed te been bent. Ja, als je niet goed te been bent, zou ik dit niet gaan doen. Maar we lopen dus nu langs het klooster. Dit is het. Heel mooi. Nou weet ik eigenlijk niet, we lopen nu naar de voorkant toe. Kijk, dit is het. Het heeft ook wel iets mysterieus of zo. Het idee dat hier dan nog monniken in verblijven. Oké, nou wij gaan nog een klein stukje verder lopen. Nelly is al aardig op weg. En dan hoop ik eigenlijk dat we ook nog iets dichterbij komen bij het klooster. Het zou wel leuk zijn. Joehoe!
We zijn er! Het klooster. De abdij van Clairvaux. Hij is dicht. Ja? Is het gesloten? Nou, het ziet eruit alsof het gesloten is. Maar hier zou dan een winkeltje bij moeten zijn, Nel. Ja, ja, moet je kijken naar de openingstijden. Oké. Als op de site van de camping, maar we hebben het niet opgezocht. Het is wel een mooi, goed onderhouden klooster. Gesloten. Vind ik. Ziet er echt nog wel mooi uit. Wat een rust hier. Gewoon niemand te bekennen. Daarnet kwamen we wel 4 mensen tegen. Nederlanders. Die kwamen hier ook uitlopen. Maar voor de rest zie je hier echt niemand. Oké, nou jammer dat hij gesloten is. Maar ja, hè? Het is niet anders. Het was wel een mooie wandeling. En we zijn weer terug naar beneden gewandeld. We zijn nu weer bij de kerk. En het is ongeveer nog 0,4 kilometer richting het centrum van Clairvaux. Clairvaux. Kijk nou eens hoe prachtig het hier is. Dan gaan we even kijken of er wat leuks valt te beleven in het dorpje. Stadje. Nou, ik denk eerder even iets eten. Ja, ook. Heerlijk, ik heb zin in iets eten. Er blijkt dat hier morgen een feestdag is. Een nationaal feestdag van Luxemburg. Dus het een en ander wordt hier opgebouwd. Maar wij komen dus langs het château van Clairvaux. Het kasteel. En hier staat een bord. Dat we deze kant op moeten, de trap op. Dus we gaan eventjes kijken bij het château. Hier kan je ook een hapje eten. Dat staat op de site van de camping. Oh ja, de camping had dit aanbevolen, ja. Toch? Dit restaurant. Restaurant du Château. Het kasteel. En het kasteel dateert uit de 12e eeuw. Verwoest door de brand in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de slag om de Ardennen is het kasteel nu volledig herbouwd. En er is ook een tentoonstelling binnenin. The Family of Man. Heb ik ook al vaak voorbij zien komen. Op internet. Dus we gaan even... Ja, ik denk dat we er even in gaan, toch? Ja, leuk. Het binnenplein van het château. Helaas is het château gesloten, dus we hebben wel een beetje pech vandaag. Het klooster was natuurlijk al dicht en nu ook het château. Dus ja... Wij en jullie moeten het maar even met de buitenkant doen. Ja, dat is ook mooi, toch? Kijk, en daar heb je de expositie, The Family of Man. Moet ook een aanrader zijn als je bent. Maar ja, voor ons helaas geen toegang. Gesloten. Nou, jammer hoor. Het restaurant is ook gesloten. Maar hier staat dus een sticker van Michelin. Ja, wel 2018. Maar dat maakt niet uit. Maar deze is redelijk recent. 2023. Ja. Nou waren we er ook niet echt op gekleed. Ja, maar maakt het uit. Maar volgens een inwoner... Volgens die mevrouw. Loopt nu weg. Is het alleen in de avond open. Dus we gaan even het stadje in en kijken of daar iets is. En ze zei het is heel duur. En het is very expensive. Wij hebben een leuk terrasje gevonden. Een boulangerie en een patisserie. Gezellig zo. In Clairvaux. Een brunch. Nelly gaat even iets lekkers uitzoeken. Wat heb je? Ei. Nou, lekker hoor. Lekker, hè? Eet smakelijk. En ik heb mozzarella, tomaat en pesto. Met een lekkere verse jus erop. Heerlijk.
Niet smakelijk. Het centrum van Clairvaux. Best wel veel terrasjes en restaurantjes. We hebben net ook een heerlijk broodje gegeten op het terras. Was echt lekker. Nou, het is niet al te groot. Maar ja, op zich wel een leuk dorpje, stadje eigenlijk. Want ik zeg steeds dorpje. Dat komt gewoon omdat het niet zo groot is. Maar een leuk stadje om gewoon even naartoe te wandelen vanaf de camping. En even wat te kunnen drinken of eten of zo. Ja, leuk. Zullen wij aan boodschappen? Ja, wij gaan weer terug naar de camping en dan gaan we even boodschapjes doen. Want het is morgen feest hier. Ja, morgen is alles gesloten. Is alles op. Ja, hey, kijk, dit is ook wel leuk. Daar in de verte, daar zien jullie het klooster. Daar zijn wij net naartoe gewandeld. Kijk, het is het torentje. Leuk. Komt zo overal boven uitsteken, boven alle bomen. En zo kunnen jullie misschien ook wel een beetje zien dat het best wel een klim was. Maar uiteindelijk wel de moeite waard om even een kijkje te nemen bij het klooster. We zijn weer op de camping. Camping Clairvaux. Het zou ook weer gaan regenen, maar dat is niet gebeurd. Er zit ook iemand aan het zwemmen. Ja, er zit zelfs iemand in het zwembad. Ja. Buienradar hoef je ook niet te raadplegen, want 9 van de 10 keer... Ja, ik denk dat dat de bui is en dat die om ons heen gaat. Ja, misschien gaat die net bij ons langs. Nou, gelukkig maar. Wij gaan naar de Action. Eerst gaan we naar de Action en dan naar de Aldi. Ja, ze hebben hier ook een Action mensen en een Aldi. Nou, we kunnen onze lol niet op. En weet je wat ze bij de Aldi hebben? Daar hebben ze van die pakketjes samengesteld voor een gerechtje. Dat vind ik ideaal. Een vers pakketje. Ja. Maar met een recept erbij. Ja, super. Bij de Action heb je ook van die opvouwbare prullenbakken. Kijk. Ja, maar deze wou ik niet. Want als er dan beesten komen, die vreten dan alsnog die zak kapot. Snap je? Ja. Deze is ook ideaal natuurlijk, maar dan moet je wel 's avonds, of als je er niet bent, even die zakken weer afhalen. Ja, maar dit zou ook een goede optie kunnen zijn. Ik bedoel, ook niet duur. Kijk even, 4 euro. We zijn weer bij de caravan. Maar als je naar de lucht kijkt, dat belooft niet veel goeds. Donkere wolken pakken zich samen boven Clairvaux. En het regent nu een heel klein beetje, maar daarnet stonden wij bij de Action. En toen was men daar toch een stortbui. Er komen ook nog steeds mensen binnen. Het is ongeveer 5 uur in de middag. Ja, dit wordt binnenzitten. Er zit niks anders op. Wil je die even in die afstel leggen? Ja, tuurlijk. Dank je. Want mijn slippers staan helemaal daar. Zo. Nou, dan gaan we lekker even binnen koffie drinken. Binnen is het ook gezellig. Ja. Ik heb lekker een plakje cake en een koffietje en... En op een of andere manier is het ook gigantisch afgekoeld nu. Want jij had het net zelfs een beetje koud in de auto. Ja. Ja, echt. Gek hè, dat het zo snel gaat. En net met de zon was het nog best wel warm ook. Ja. Tijdens de wandeling en nu is het weer ja, fris of zo. Nelly is even de boodschapjes aan het wegzetten in de caravan. We hebben ook gelijk voor morgen eten in geslagen. Want morgen is hier natuurlijk die feestdag. We zijn alle winkels dicht. Dus we zijn goed voorbereid. Het is hier wel een beetje donker, Nel. Ali heeft barbecue reiniger gekocht. Ja, deze heb ik gekocht bij de Action. Geen idee of het goed spul is, want het was best wel goedkoop. Maar er staat barbecue cleaner, quick and easy. We hebben natuurlijk gisteravond gebarbecued. Nou, ik heb me daar een partij op lopen schrobben, maar ik krijg het niet schoon. Kijk, nu heb ik even schuursponsjes erbij gekocht. Dus als ik nou straks helemaal niks meer te doen heb... Dan ga ik even naar het sanitair gebouw en dan ga ik daar de barbecue nog eventjes voor een tweede keer schoonmaken. En hopelijk nu goed. Wow. Het komt los.
Horen jullie dat? Het regent pijpenstelen hier. Nou, ik ga snel naar binnen toe. Het is koffietijd. En zachtjes tikt de regen op ons eindje. Ik vind het wel gezellig. Winterkamperen. Of zoiets. Ja, ik heb liever mooi weer, maar dit heeft ook wel weer wat. Zo leuk met je... deurtje open, koffietje maken. Ja, gezellig. Regen op het dakje, op het eitje. We hebben even lekker gewinkeld bij de Aldi en de Action. Die zitten hier naast elkaar. Nou, ook op redelijk korte afstand vanaf de camping, 7 ja, kilometer. Ook. Dus dat is top. En... nou ja, zoals jullie weten, bij de Aldi hebben ze van die pakketjes. Wat eten wij? Curry kip? Kip curry? Kip curry? Iets van curry. Curry. Met rijst. Hartstikke lekker. Een groentepakket met currypasta en kooksmelk. Dat was de laatste. Handig. Ik ben heerlijk buiten aan het koken. Nou, ik heb de kip en de groentes gebakken. Daarna de currypasta er doorheen. En dan gaat straks de kokosmelk er nog bij. Deze. En dan even laten pruttelen dat alles even goed gaar is. En dan heb je een heerlijk gerechtje. Tenminste, dat denk ik. De rijst staat hier. Het ziet er in ieder geval heerlijk en gezond uit. Het eten is klaar en wij zitten binnen. En dat in de zomer. Ja, nou ook gezellig, toch? Ja. Het druppelt nog een beetje. Voor een dag is dit best te doen. Ja hoor. Oh, ziet er goed uit, Nel. Ja, hè. Ik hoop dat het lekker is. We hebben nog nooit boodschappen bij de Aldi gedaan. Maar... daar hebben ze dus ook van die pakketjes. Ideaal. Ja, ja. Zeker. Dat wist ik helemaal niet. Ik ben trots. Het is gewoon weer helemaal schoon. Ik heb me best wel rot geboend vanochtend. Maar wij zijn natuurlijk naar de Action geweest. En daar heb ik deze gekocht. Volgens mij had ik hem al laten zien in de vlog. Barbecue cleaner. Met een schuursponsje. Nou, gewoon. Hier, hij is weer als nieuw. Top, hè? Ja, echt. Ik ben er echt heel blij mee. Want ik dacht, ja, weet je, een barbecue wordt natuurlijk nooit meer zoals het was. Nou ja, nu is het wel gewoon lekker schoon. Ja. Kijk, er blijven altijd wel sporen van... Ja, oké, maar dat is ook barbecue. Maar dit is geen, geen aangekoekte vet of zo. En dat was het vanochtend wel. Ik kreeg gewoon echt niet schoon. Ja, dit helpt. Dit is best wel goed spul. Super goedkoop bij de Action. Ideaal. We kregen net tips bij de afwas. Twee mannen zeiden, ja, je moet het gewoon in het gras leggen. Ja. Nou. Gewoon 's avonds in het gras leggen en 's ochtends dan... ja, want wij stonden ons... haal je het er zo af. Rotte peuteren om een barbecue schoon te maken. Maar ja. Nou, de spul van Action gaat ook goed. Of in een zak. Zou je meneer ook nog in de zak stoppen? En met er dan met water schoon... bij? Ja, met, volgens mij met schoonmaken spul. Oh, ja. En dan even laten weken. En dan 's ochtends haal je het er natuurlijk veel makkelijker af als, als wat ik net deed. Waarom het een nachtje laten zitten? Het is 11:15 en dat is tot nu toe het vroegste tijdstip dat wij naar bed gaan deze vakantie. Dus we doen het echt goed. Ik vind het ook lekker. Ja, heerlijk. We gaan lekker slapen. En dit was eigenlijk vooral een binnenzitdag. Nou, op ons wandelingetje na natuurlijk. Clairvaux. Ja, en even lunchen. En ik vond het een leuke dag. Ja, het was wel een leuke dag. Woe. Maar vanochtend begon natuurlijk met veel regen. Nu regent het ook weer een beetje. Maar volgens de weersvoorspellingen wordt het morgen beter. Ja? Ja. Zon. Echt? Ja. Woe. Ja.
We hebben eigenlijk nog geen planning voor morgen. Ik heb wel een planning. Oh. Wat heb jij op de planning? Ik ga met jou. Oh, toch met mij. Oké. Okay. Ja? Naar het Mullertal. Gaan wij naar het Mullertal? Ja. Oh, dat is leuk. Nou, gaan we een wandeling maken, denk ik, hè? Mullertal. Ja. Nou, het kan nog alle kanten en op. Maar voor hetzelfde geld zitten we morgen ergens anders. Ja? Zijn we weer wat anders in de hoofd? Nee. Oh. Ik heb nog niks in mijn hoofd. Na het Mullertal doen wij de badpakjes aan. Die hangen daar. Ja. En dan gaan wij eens even lekker in het zwembadje. Nou, dat is de planning. Ja. Maar aangezien wij toch niet echt van de vaste planningen zijn... Kan het alle kanten nog op. Ja, wil ik jullie niet alvast lekker gaan maken met het Mullertal. Nee, dat is waar. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar... Want het zou zomaar kunnen dat wij morgen helemaal niet in het Mullertal staan. Echt niet? Nee. Ja, ons kennen. Ik vind een dorpje of een stadje ook wel even leuk. Vianden. Ja, dat is ook leuk. Dus we moeten wel gaan kiezen, want we zijn er ook nog maar even. We hebben eigenlijk alleen morgen nog. We moeten weer gaan kiezen met wat we gaan doen. Kijk, dat hebben we ook bij de moezel gedaan. Daar of... moesten we ook kiezen met wat we gingen doen. Want we kregen eigenlijk heel veel tips. heel veel tips van kijkers. Ja. Wat wij allemaal nog konden gaan bezoeken. En doen maar, en kijken. Ja, als je 3 dagen daar bent, dan moet je keuzes maken. Ja. En dan kun je niet alles zien. En dat geldt ook voor Luxemburg. Zo is het nou helemaal. Ja, maar anders plakken we er hier nog een nachtje aan. Dat kan ook. We kijken even. Ja, we kijken even. Dat doen we de hele vakantie al. Ja. Lukt het? Nee. Je ligt niet lekker, hè? Nee, niet echt. Nee. Nou, we gaan de vlog afsluiten. Ja. Nou, wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het nog steeds leuk vinden. En vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie graag bij de volgende vlog weer terug. Doei! Doei!